Dit is de Taoïstische dokter. Je ziet dat de laatste paar dagen het weer erg warm is. Vandaag gaan we daarom praten over wat te doen met grote warmte. Wow, het is zo heet vandaag. Wow, het is zo heet vandaag. Oh, het is zo warm. Wat kan ik toch doen aan de warmte? Oké, er zijn een aantal dingen die je kan doen wanneer je last hebt van de warmte. En de belangrijkste doe ik aan het einde van de video. Over het algemeen zijn er een aantal dingen die je kan doen met je eten. Maar het eerste wat belangrijk is, is te weten, wat doet warmte eigenlijk met je? De meeste mensen vinden 's winters warmte erg fijn. Ze hebben een verwarming aan, dikke dekens, dikke kleren enzovoort. Maar warmte, zowel zomers als 's winters, is eigenlijk heel slecht voor je gezondheid. Het wil niet zeggen dat warmte specifiek heel slecht is, want in sommige opzichten is het een hulpmiddel. Zoals bijvoorbeeld wanneer je een infectie hebt om van je infectie af te komen, want daardoor verwarmt je lichaam zich juist heel erg om van die infectie af te komen. Maar in het algemeen staat in de Chinese medische klassiekers dat warmte de oorzaak is van 10.000 ziektes. Klimatologisch kan je eigenlijk zien dat warmte een slechte invloed op je heeft. Onder andere omdat het ervoor zorgt dat het vocht in je lichaam dikker wordt. En het dikker worden van het vocht in je lichaam zorgt ervoor dat je eigenlijk zwaarder en lomer gaat voelen. En zodra je dus zwaar en loom gaat voelen, weet je dus dat heel simpel de warmte in je lichaam te hoog is. Oh, ik ben helemaal duizelig van de warmte. Omgaan met warmte is dus een belangrijk onderdeel van het reguleren van je gezondheid. En zeker als je meer dingen zelf wilt doen. Acupunctuur, massage, ook kruiden en voeding hebben allemaal een invloed waardoor je met warmte om kan gaan en waardoor allerlei soorten chronisch ontstaande problemen opgelost kunnen worden. Maar er zijn een heleboel dingen die je zelf kunt doen, zoals bijvoorbeeld in deze zomer zorgen dat je niet oververhit raakt. En er zijn een aantal dingen waar het belangrijk voor is. En een van de dingen is dat als je zomers oververhit raakt, dat je 's winters makkelijker ziek wordt. Dat is wel een leuke ironie overigens, omdat de meeste mensen natuurlijk het liefst zo bloot mogelijk het landschap ingaan. Maar de UV-straling van de zon onder andere verhoogt ook de kans op bijvoorbeeld huidkanker. En dat is natuurlijk ook niet goed. En het is tegelijkertijd wel zo dat je vitamine of de lucht zonvitamine nodig hebt om gezond te blijven, vooral op je huid. Maar toch even goed is het belangrijk om ook je de zon tegelijkertijd te vermijden om te voorkomen dat je later veel problemen krijgt. Dan kan je met je eten natuurlijk heel veel dingen doen. Dingen zoals rijst, tofu, komkommer, peer enzovoort kunnen je helpen te verkoelen. Citrusvruchten, appels, kersen, druiven, alle andere soorten vruchten, die helpen je juist verwarmen. Dus die zijn beter voor de winter. Meloen, watermeloen, een hele goede om af te koelen. En de huid van de watermeloen, die kan je op je huid smeren, de binnenkant van de huid althans. En die verkoelt ook je huid heel erg bij brandwonden. Makkelijker ziek worden wil je natuurlijk helemaal niet, dus je wilt proberen te voorkomen dat je ziek wordt. Wat je onder andere kan doen is ervoor zorgen dat je in ieder geval alles bedekt houdt. Dus dat je dus geen huid blootstelt aan de zon. Een burka is in principe het beste kledingstuk, zolang als het maar ventileert onder je burka. Er zijn natuurlijk ook gewoon algemene tips die je kan hebben, die je kan volgen om niet oververhit te raken. Dat is namelijk geen spicy food, geen alcohol, niet te vet vlees, geen barbecue, enzovoort. En autorijden, dat is ook geen goed idee, want de auto is tenslotte een koekblik en het is gewoon heel erg warm. Zelfs al heb je airconditioning, het blijft gewoon heel slecht. Airconditioning is slecht omdat je last van je longen krijgt en de raam open is omdat je te veel benzine kost en je auto aan alle kanten begint te schudden. En zelfs met moderne auto's. En bovendien, ramen open zorgt er ook voor dat je makkelijk op de tocht staat en een flinke windbuil oploopt in je lichaam. Dit kan je in de warmte doen. Gewoon heel simpel naar de schaduw lopen. En je ziet heel snel, zodra je bij de schaduw bent, dat het koeler wordt in de schaduw. Maar waar het allerkoelst is, is niet alleen tussen de bomen, maar echt onder de bomen en tussen de bladeren van de boom in. Dus als je hier gaat staan, dicht bij de boom, hier is de temperatuur vlak bij de grond het allerkoelst.
Zodra je acuut veel te warm voelt, stap in de schaduw onder de boom, tussen de planten waar de temperatuur het beste is.